iemand erft, moet je successierechten betalen. Erfbelasting, zoals dat in Vlaanderen heet. Hoeveel je moet betalen, hangt af van de omvang van de nalatenschap. Via de aangifte van nalatenschap zal je aan de belastingen moeten aangeven wat er allemaal in de nalatenschap zit. Vaak erven mensen een onroerend goed, zoals de gezinswoning. Je zal als erfgenaam dus een waarde moeten plakken op dat goed. Maar hoe kan je te werk gaan als je zo'n onroerend goed wil schatten? We overlopen de verschillende mogelijkheden. Als erfgenaam ben je vrij om zelf het onroerend goed te waarderen. Het is een goedkope optie, maar opgelet, je bent verplicht om de correcte waarde aan te geven. Weet dat de Vlaamse Belastingdienst 2 jaar tijd heeft om na te gaan of je al dan niet te weinig hebt geschat in je aangifte. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de verkoop binnen de 2 jaar na de aangifte. Verkoop je binnen deze periode het onroerend goed tegen een hogere prijs dan de aangegeven waarde, dan zou je niet alleen bijkomende erfbelasting moeten betalen, maar ook een belastingverhoging als het verschil tussen de geschatte waarde en de verkoopprijs minstens 10% bedraagt. Maak je geen zorgen als de meerwaarde te danken is aan werken die uitgevoerd zijn aan het onroerend goed na het overlijden. Houd daarom de bewijzen van de uitgevoerde werken bij. Omgekeerd, verkoop je het onroerend goed tegen een lagere prijs dan wat je aangaf in de aangifte, dan kan je geen teruggave vorderen van Vlabel. Je kan ook kiezen om beroep te doen op een erkend schatter-expert. Op de website van Vlabel vind je een lijst van de erkende schatter-experten. De kosten voor zo'n schatting zijn ten laste van de erfgenamen opdrachtgevers. Voldoet het schattingsverslag aan de wettelijke kwaliteitsvereisten en is het gevoegd bij de aangifte van nalatenschap, dan zal de schatting bindend zijn voor Vlabel, zelfs als je verkoopt voor een hogere prijs. Maar wat als achteraf blijkt dat de woning tegen een veel lagere prijs werd verkocht dan geschat? In zo'n geval kan je een teruggave vragen. Het moet wel over een substantieel lagere prijs gaan. Wil je helemaal op veilig spelen? Dan kan je ook, voor het verstrijken van de wettelijke termijn, een bindende schatting vragen aan de fiscus. De Belastingdienst zal een gemotiveerd en bindend schattingsverslag opmaken. Deze waardering zal Vlabel gebruiken voor het berekenen van de erfbelasting. Het onroerend goed verkopen tegen een hogere prijs dan wat Vlabel geschat had, zou geen gevolgen hebben. Deze voorafgaande bindende schatting is gratis. Ben je niet akkoord met de waardering? Dan zal de erfbelasting in eerste instantie toch berekend worden op basis van deze schatting. Daarna kan je binnen de 3 maanden een bezwaarschrift indienen waarbij je aangeeft aan de hand van bewijsstukken waarom de waardering volgens jou te hoog is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij verkoop voor een lagere prijs binnen de bezwaartermijn. Een aangifte van nalatenschap invullen is hoe dan ook een complexe aangelegenheid. Wil je hulp bij het invullen van de aangifte en heb je nog vragen over je erfenis? Aarzel niet om een notaris te contacteren.